ben hier gewoon bestuurslid hier en ik ben ook gemeenteraadslid. En bij de voetbalvereniging doe ik nog vrijwilligerswerk, dus ik ben eigenlijk fulltime vrijwilliger. Hier gebeurt eigenlijk van alles. Het is multifunctioneel, zal ik maar zeggen. Sporten, bridgen wordt er gedaan, gymnastiekvereniging is hier, bejaarden, jeugd, eigenlijk van alles. En Jennifer Dekker die is een paar keer bij ons geweest toen mevrouw nog ziek was. En in het ziekenhuis heeft ze er nog een keer opgezocht en ze zoekt mij nou nog eens een paar keer op. En dat geeft toch wel een beetje rust eigenlijk. En nu, ik ben er eigenlijk hartstikke trots op dat ze hier Appenbroek gekozen hebben als locatie om hier dit ding te doen. Ik kom hier bij de boei omdat ik borstkanker 2 keer heb gehad. Daardoor stond je wereld in elkaar. Je bent even wat je kwijt. Dus dat wel. Ja, je bent afhankelijk van de artsen. En dat ga je gewoon allemaal doen. Ja, ik wel. Er zijn mensen die het niet, maar ik wel. Doet het wel gewoon allemaal gewoon waar ik mee doorgaat en zo. Dus ik heb het helemaal meegedaan wat hun zeggen. En dan positief blijven. Dan moet je wel blijven, vind ik. Ik was een keer bij een bijeenkomst ergens. En toen stonden ze daar de boei te promoten. En zo ben ik een beetje bij de boei gekomen. Zei ze, kom een keertje langs. En zo ben ik er gekomen. Ze begrijpen je beter. Lotgenoten begrijpen wat je voelt met dingen. Als je pijn hebt of als je iets hebt of zo. En dan vertel je dat en zeggen ze, ja, maar dat heb ik ook, zeggen ze dan. Zulke dingen is het een beetje. Maak leuke dingen hier zo. Keramiek hebben we ook gedaan. We doen iets met lapjes met stof en zo. En met mozaïeken doen we heel veel, haken doen we ook. En dan, de ene kant, wat de ene niet kan de ander weer. Zo doen we ook een beetje wat van alles nog wat. En in oktober gaan we de 4 dagen varen. Dus daar ga ik voor het eerst eigenlijk mee. Ik ben rustig begonnen. Ik kom elke week op maandagmiddag, kom ik hier, gaan we eten. Om 12 uur lunch maken Iris altijd voor ons allemaal. En dat is hartstikke lekker. Nou, en dan 's middags gaan we wat vreubelen, crea doen. Of als ik geen zin heb, dan ga ik gewoon lekker kletsen of zitten. Of waar ik zelf zin in heb. Ik hoef niet te doen wat een ander doet. Als we weer gaan tekenen, dan ik ben niks verplicht. Ik heb altijd al iets willen doen voor mensen met kanker. Dat is gewoon een... Ja, ik wilde altijd al een huis. Het is dan het begin van een huis. Hè. Maar 1 keer in de week. Maar ja, kijken hoe we dat gaan verder gaan ontwikkelen. Ik heb het zelf ook gehad, maar dat was niet de reden. Er was eerder iemand anders die had kanker, die is overleden. En die had toen gezegd van, bij jou kan ik zijn. En dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven. Dat is al heel lang geleden. Dus dat is wat ik wil doen, dat de mensen een plek hebben waar ze kunnen zijn. Je hoeft niks, mag alles. Het zijn toch mensen met kanker die ermee in aanraking gekomen zijn. En dat is het verschil, want iedereen begrijpt je ook al. Je hoeft niet uit te leggen waarom je niet mee wil doen. En je kan gewoon meedoen, of niet. Maar je hoeft niks uit te leggen. 'S Morgens is koffie drinken en dan de lunch. 'S Middags hebben we een activiteit, zoals quilten, schilderen, mediteren. Wat eigenlijk heel rustgevend is. De meeste mensen kennen het niet, dus dan is het wel fijn om in zo'n omgeving te kunnen doen. Mandala tekenen. En dan af en toe hebben we een activiteit buiten. Dit is natuurlijk een prachtige instelling.